Het gaat hartstikke goed, Lilian. Ja. We hebben hartstikke lenig, jongen. Ja. Ja, jullie zullen je thuis afvragen, waar zijn die twee nou mee bezig? Nou, we zijn met een soort Willem W. van lenigheidstest bezig. En het is duidelijk, hij is lenig en ik was vroeger lenig. Maar Lilian, vertel even waarom we hier hangen. Nou, ik heb een vraag. En die is? Hoe komt het dat sommige mensen de spagaat wel kunnen en de anderen niet? Ja, hoe bedoel je sommige mensen? Nou, ik oefen elke dag met mijn vriendinnetje. Ja. En zij kan de spagaat daar wel en ik kan hem nog niet. Oké, weet je wel, ik ga heel even staan. Als ik kom ook even staan. Oh, ik zie sterretjes. Even voor alle duidelijkheid. Ja. Je hebt spagaat en je hebt split, hè? Ja. Die halen ze altijd door elkaar. Wat is nou een spagaat en wat is een split? Nou, de spagaat is dat met je benen naar gaan naar voren. Je kan hem al bijna, zie ik. Maar nog niet helemaal. En de split is? De split is met dat de benen naar buiten gaan. Ja, dan kom maar snel. Anders gebeuren ongelukken. Ja. En het gaat dus om de spagaat. Ja. Oké, wij gaan op zoek naar het antwoord. Ja. Wij gaan naar een balletstudio. Ja. En mee? Ja. Oké. Wat ik me nou nog wel afvraag is, waarom wil een jongen nou per se die spagaat kunnen? Ik wil laten dansen worden. Je wilt dansen worden? Ja. Echt beroepsdans? Ja. Ah, nou begrijp ik het. Nou, dan denk ik dat we bij Lucia Martens, want daar gaan we nou naartoe, dan denk ik dat we daar echt aan het goede adres zijn. Ja. Hier moet af. Oké. En 1, 2, 3, 4, wat vellen. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5. Te laat opschieten, jas weg en meteen erbij. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, half. Hé, Leslie, help deze twee heren even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, lachen. 7, 8, dans is leuk, kom op. 6, 7, 8 en 1, 2, half. Jochem, lange armen. Even wachten, standjes. 6, van het begin, nu. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zij. 1, 2, 3, 4, 5, 6. House. Op, house. House. Streetwalk alleen, ja. Lange benen, meneertje. Ja. Jochem naar voren, die benen. Ga alleen de streetwalk, Veronique. Alleen de streetwalk, lachen. Ga door, alleen de streetwalk. Standjes, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en sta. Strak, buikspieren. Buikspieren strak. Oké, we gaan even stretchen. We vragen juffrouw Henriette er even bij om met jullie te gaan stretchen. Ga een beetje naar achteren, waardoor je de ruimte hebt voor jezelf, klein beetje. Henriette, kom er maar bij. We gaan even een stretch doen. Heel leuk dat we even mee mogen dansen. Ja, daar kwam je niet voor. Nee. Oh, jammer. Nee, ik kwam niet echt voor. We komen voor William. William heeft een vraag. Gaan we over dansen? William. Ik ben Lucia. Hallo. Stel hem maar even. Dat is wel leuk toch? Hoe komt het dat sommige mensen de spagaat wel kunnen en de anderen niet? Ja. Nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. De ene heeft lange spieren en de andere heeft korte spieren. Ja. Korte spieren moet je trainen. Korte spieren moet je trainen. En lange spieren, dan kan je het al. Ja, dus daar ben je mee geboren. Ja. Nou, zo is het. Mirella, kan je er even bij komen? Ik zal het je even laten zien. Ja? Mirella is iemand die heeft korte spieren. Ja. Die heeft al heel lang getraind om het wel te leren. Ja. En ze kan met de linkerbeen kan ze nog niet zo goed. Dat laat ze even zien. Kijk gauw. Zo, ja, homer. Dat vind ik al knap. Ja, dat is al knap. Dat is ook voor Mirella heel knap. Ja. Mirella, laat even je andere been zien, maar moet je opletten. Kijk eens. Ja, tot op de grond. En laten zien hoe het eerst was, toen ze net begon. Ja, dat was nog wel ernstig, geloof ik, hè? Mirella, laat zien hoe het echt eerst was, toen je net begon. Hoe zit het andere been? Kijk, Annemarie, kom er eens even heel gauw bij. Ja, ga maar staan, Mirella, dankjewel. Maar zij heeft dus, hij heeft korte spieren, hij heeft het getraind en kan het nu toch. En de botten zijn wel goed ervoor, dus ze kan het daardoor wel leren. Je hebt sommige mensen, weinig mensen, die slechte botten hebben. Althans, die hun botten te veel naar binnen staan. Maar Annemarie is iemand die heeft gewoon van geboorte af. Ja, die is gewoon lange spieren. Laat even gauw zien. Dat zie je dus ook meteen. Zie je, dat valt er gewoon in. Je ziet. En die moet wat meer, dankjewel Annemarie. En die moet weer wat meer doen om de spieren sterk te maken. Duidelijk, William? Ja, maar ik heb nog één vraagje. Wat dan? Ik wil later beroepsdanser worden. En kun jij ook zien of ik later goed beroepsdanser kan worden? Ja, want hij is een jongen. Ik bedoel, we hebben net twee meiden gezien. Ja. Ik denk, meiden kunnen dat beter, we hebben past ook jongens, heb je gezien. Nee hoor, het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent. Het is onzin, het is een onzinverhaal. Oh. Ja?
Nou, William, erg graag. Je hebt een lekker ritme. Ja. Van mij mag je hier komen. Alleen, ik moet even gaan kijken hoe het met je spieren zit. Maar ik denk wel dat het oké zit. Ja. Dus kom maar bij ons erbij, gezellig. Ja. Ja? Okay. En een paar mannen kunnen we wel gebruiken. Okay. Jochem, nou, je kan ook komen. Ja, ja, dat is fijn. Maar ik heb toch echt nog een paar vragen voor Willem Wever. Ik moet weer verder. Dat ja, kan jij misschien meteen hier mee door? Ja. Hè? Nou, oké. Okay. Je kan hem in ieder geval leren, de spagaat. Ja, oké. Hey, tot ziens. Ik ga er even door. Ja. Succes. Oké. Dag. Oké, William, trek gauw je schoenen uit. Kan je meteen erbij komen.